toekomst van de zorg is op het congres aandacht in presentaties, maar ook in de verschillende workshops, zoals de kracht van keuze. Mensen die, even als je het over kosten wil hebben, omdat ze die zorg mijden, op termijn nog tot heel veel meer kosten gaan leiden dan als het maar tijdelijk zou zijn aangepraat. U ziet mensen langdurig. Je hebt niet voor niks de langdurige zorg. U kunt een regelmatige vertrouwensband opbouwen met mensen en ze helpen naar een meer gezonde levensstijl. Ik denk dat het meer een gezamenlijk iets is wat opgelost moet worden. Dus dat ook de familie, de kennissen, de omgeving, dat dat meegenomen moet worden. En ik praat dan met name over de ouderenzorg, waar we heel veel meer ouderen krijgen. Dat gaat niet alleen met geld opgelost worden, er zal meer moeten gebeuren. Als je dan kijkt naar het beleid zoals dat nu vormgegeven wordt, is het wel goed dat er aandacht aan besteed wordt aan de vergrijzing binnen de samenleving en de gevolgen die dat gaat hebben voor de langdurige zorgverlening. We leven langer en daarmee dus ook meer kosten voor pensioen. Meer zorg hebben we nodig. En meer woonkosten. Dus dat betekent vooral ook in financiële termen betekent dit wat. Ik denk dat we veel meer zullen naartoe gaan dat diegenen die kunnen betalen, meer betalen. En diegenen die echt niet kunnen, dat blijft een collectief vangnet. En hoe zien de deelnemers de toekomst? De toekomst is volgens mij dat wij als burgers veel meer onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat we minder op verzekering of op de staat een beroep kunnen doen. Ik denk toch wel dat de kleine teams, dat toch wel heel erg ook past bij de toekomst. En vooral de regie, hè, dat was ook wel heel erg belangrijk. Dat heel veel mensen nu de regie willen houden over hun eigen zorg. Ik denk dat er een paar hele fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. En die liggen echt op het principieel politieke vlak. Die kun je niet bij de zorg neerleggen. Wat voor keuzes maak ik voor die euro? Want ik denk dat de beperking van die euro te groot is.